dan vooral Nederlandse jongeren? Allochtone jongeren. Ja. Ook uit een bepaald land of dat nog, dat weet u niet? Ja, maar daar kan ik beter geen uitspraken over doen. De jongens hier, dat is een probleem voor de politie, niet voor ons. Dat is een probleem voor de politie? Ja. Wat komen jullie doen? Mensen vragen stellen. Ja. Wat voor kankervraag ga je stellen dan? Nou, als je zo met mij praat, dan praat ik niet met jou. Wat voor vraag ga je stellen dan? Dat is wel beter. Ja, laat maar gaan. Jij komt ook bij ons. Kanker van deze kankerbeurt, dat is ook een kankerprobleem. Jullie komen vragen stellen over wat? Over wat? Ja, over hoe het probleem is. Ja, wat is dat jouw probleem? Nee toch? Waar kom jij vandaan? Wat kom jij hier doen dan? Op gekanker dan? Op kankeren? Doe gewoon even op rustig. Op kanker van hier. Hoe komen jullie ons lastigvallen? Donderen, want jullie kankerponies, kankerdrollen zender. Op gekankerd man. Wij liepen net al door die wijk en toen werden we zelfs bedreigd. Als het u overkomt, is dat heel vervelend. En wel aanleiding natuurlijk ook om goed aan op te letten hoe dat nou in die wijk loopt. En hoe de maatregelen gaan uitpakken. En als dat niet meer helpt, moet er gewoon gehandhaafd worden en ingegrepen worden. En dat mag wat ons betreft wel een tandje bijgezet worden.